Welkom bij het Even Weekjournaal. Met vandaag: Repaircafé Koperhorst. Dierendag bij Stadsboerderij Vosheuvel. Lekker lokaal Leusderen. Voor F the Box mannen. En daarnaast worden bijzondere foto's gepresenteerd over crossdressers en drag queens. De feestelijke opening Hart van Vathorst. Koperhorst draait het op maandagmiddag om repareren. Er staan diverse vaklieden voor klaar om de kapotte horloges en of koffieapparaten te repareren. Ja, ik ben Piet Hillhorst, de coördinator van het repaircafé De Koperhorst. We zijn een sociaal werkplaats wat een repaircafé heet, waar we allerlei toestellen maken, onder andere klokken, elektrische apparatuur, meubels, kleine reparaties aan fietsen. Al dat er zo meer, maar dat is om mensen hier binnen te krijgen in de Koperhorst, waar ja, dat is gezellig daar even met de bewoners contact kunnen leggen. Dat is de opzet van de café. En dat doen we een jaar of vier. En ik werk daar inmiddels 2 jaar mee. Ja, alles wat we hier binnenkrijgen is eigenlijk door de bewoners al afgeschreven. En heel vaak kunnen we toch nog een verlenging van de levensduur bewerkstelligen door kleine reparaties te plegen. Zowel aan de toestellen die ik net genoemd heb, maar vooral ook aan klokken en elektronische apparatuur. Computers, maar ook soms niet. En dan moeten we toch de mensen ja, teleurstellen en zeggen van ja, dat is goed voor de container. Maar dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Michiel die repareert elektronische apparatuur, elektrische apparatuur. Klaas, dat is de klokkenspecialist in ons midden. Daarnaast hebben we Jan, een algemeen monteur op elektrogebied, maar heel breed. Elektro, elektronica, mechanisch, bijna alles wat voorkomt. En dan hebben we Seid, die is onze computerspecialist. Ze willen graag anderen helpen. Ja, ik ben in 2012 met pensioen gegaan en ik wou nog wat graag om handen hebben. Techniek heeft me altijd wel getrokken en ik dacht leuk werken met mijn handen, af en toe mijn hoofd er een beetje bij gebruiken. En zodoende ben ik eigenlijk hier terecht gekomen. Ik wist dat het hier was en ik ben gewoon op een middag gaan kijken of het mijn belangstelling had. En dat had het. En sinds 3 jaar ben ik nu actief hier in het repaircafé in de Koperhorst. Wij zijn 1 keer per maand de maandagmiddag van 2 tot 4 open. En dan nemen we de apparaten in. En dan proberen we die op dat moment te maken. Dus ja, 1 keer per maand hebben we een open dag daarvoor. Blijven er apparaten over, dan maken we die buiten de openingstijden en dan bellen we de mensen op dat ze gereed zijn. De Koperhorst is natuurlijk een bekend gegeven aan de Paladijnenweg en daar bij de receptie kunnen ze verwijzen. Maar we zitten in de recreatieruimte dus wat dat betreft. Iedereen mag ook gewoon binnenkomen lopen, desnoods alleen voor een bakje koffie. Vandaag hebben we weer 13 mensen kunnen redden uit een probleem en gemiddeld is dat ongeveer wat wij doen. Tussen de 10 en de 15 mensen, een kleine uitdaging voor ons. En de mensen hebben weer een probleem opgelost. Of weten wat er mee aan de hand is met het apparaat. Want dat is ook vaak toch wel een gegeven dat ze willen weten. Kunnen we het weggooien? Is er nog wat te redden of niet? Maar heel vaak kunnen we het toch nog redden. Ik ben Tamara Massar en ik ben de dierverzorgster hier op de boerderij. Het is vandaag dierendag en op dierendag worden natuurlijk alle dieren extra verwend. Hier worden ze eigenlijk altijd wel verwend, maar vandaag is natuurlijk een speciale dag, dus ook hier doen we aan mee. We zijn vandaag met de activiteit vanaf 2 uur geopend.
Daarvoor zijn we ook al wel open geweest, maar de activiteit is echt van 2 tot half 5. En daar kunnen de kinderen allerlei activiteitjes doen en gewoon leuke en gezellige dieren verwennen. En sinds vorige week zijn er nieuwe varkentjes die zijn gekomen. En dat zijn kunekune varkentjes. Dat is een ras wat uit Nieuw-Zeeland komt. Van de Maori-stammen komen ze af. Het zijn gewoon hobbyvarkentjes. Ze zijn ontzettend leuk. En deze die we hier nu hebben, die zijn ook nog vrij klein. Dus dan zijn ze natuurlijk extra leuk voor de kinderen ook. En die kunnen ze vandaag ook lekker gezellig poetsen en knuffelen. Dus er wordt inderdaad onder andere gesminkt. De ponycar die loopt. De kinderen kunnen een eigen dierentractatie maken voor hun eigen huisdier. Of ze kunnen het aan een dier van de boerderij geven. En ze kunnen helpen om een geitenlunch te maken. Die wordt om 4 uur wordt die geserveerd. En in de hoop dat de geiten er natuurlijk lekker van kunnen genieten. Ja, ik ben dan de dierverzorger, zeg maar. En het werk op de boerderij is eigenlijk elke dag anders. Er komen natuurlijk wel dagelijks dezelfde dingen terug. Zoals het voeren, verzorgen en uitmesten en dat soort dingen. Maar de ene dag sta je alleen maar de voetjes van de geiten te bekappen, noemen ze dat, nagels knippen. En soms sta je in een hok te schuren of soms sta je een gat te graven om nieuwe kabels te leggen of zo. Dus het werk is heel afwisselend en dat spreekt mij voornamelijk heel erg aan. We hebben rond 10 december hebben weer onze jaarlijkse leuke grote kerstactiviteit. Daar zijn we achter de schermen al volop mee bezig, voor de schermen gelukkig nog niet. Maar dat begint er dus weer aan te komen. Ook zijn wij bezig met het project Vosheuvel 2.0. En dat is eigenlijk om de boerderij nog mooier, nog leuker te maken. En daar zijn nu ook al wat dingetjes aan de gang. Dus soms kunnen de bezoekers daar toch wel een beetje hinder van vinden. We proberen het zo min mogelijk, maar ja, helemaal ontkomen doen we niet. Dus we zijn van plan om de speeltuin te verbeteren, beveiliging beter te maken, verblijven van de dieren te verbeteren en op te leuken en zo. Dus dat is eigenlijk een beetje in kort uitgelegd het Vosheuvel 2.0 project. Maar daar zijn we op het moment heel erg druk mee bezig, zowel voor als achter de schermen. Het bevindt zich eigenlijk een beetje aan de rand van de stad, langs de snelweg. En aan de Heilige Bergenweg 187, dat is denk ik het makkelijkste om te weten. En voor de rest een mooi gebied hier ook omheen. Randenbroekpark is dat. Dat is erg mooi en ook in trek voor de wandelaars. Kanoën kan hierachter, kunnen ze aan meer in de natuurtuin. Dus dat zijn eigenlijk wel de leukste manieren om hier te komen, zeg maar. Landgoed Leusden staat in het teken van de streek tijdens het Lekker Lokaal Leusden. Een evenement vol lokale producten. Hoi, we zijn hier op Landgoed Leusderend in Leusden. En we organiseren vandaag de markt hier op het middenterrein. Ik werk voor Vitam, dat is de cateraar. Normaal gesproken het restaurant in het restaurant wat hierachter is. Maar vandaag hebben we het restaurant dicht gedaan en hebben we lekker geluncht hier op de boerenmarkt. Het is hier eigenlijk een verzameling van verschillende soorten bedrijven, van alles wat. Die mensen die werken hier dus elke dag, of in ieder geval 3, 4, 5 dagen in de week. En wat wij doen is voor die mensen elke dag lunch verzorgen. Nou ja, wij zijn natuurlijk constant met eten en drinken bezig. Dus ook in de vrije tijd zijn dit soort markten leuk om naartoe te gaan. Dus dat is iets van waarom niet nu hier. Dat mensen in hun lunchpauze, maar ook straks hierna nog mee kunnen doen aan de borrel die we ook hebben. Het is elkaar ook op een andere manier eens zien, in een andere omgeving. En ja, dat met eten en drinken te maken heeft is altijd goed, denk ik. En voor mensen van buitenaf is het ook wel heel erg leuk om een keer te zien hoe het er hier uitziet. Want hier kom je denk ik niet zo snel als je in de buurt woont. Dus het is ook echt een uitnodiging geweest om eens te komen kijken naar het mooie landgoed. Vanaf 5 uur dan hebben we wijn en bier ook van het lokaal wat ze daar verkopen. Dus het is allemaal lokaal bier en lokale wijn. Daar serveren we lekkere worsten bij van Brand en Levi. Maar ook bijvoorbeeld de bitterbal, een vegetarische bitterbal gemaakt van bieten. En ook nog een gewone bitterbal, wel biologisch. Dus dat is voor iedereen ook. Iedereen mag komen die hier in de buurt woont. Maar ja, ook voor de bedrijven die hier omheen zitten. Dat is in samenwerking gaan met het lokaal.
Het lokaal doet dat dagelijks in hun winkel. En die heeft natuurlijk heel veel contact met de boeren en de ondernemers die de producten daadwerkelijk maken. Een paar keer per jaar organiseert hij ook een markt. En nou, dit is er één van. Ja, ik ben eigenaar van het lokaal. Het lokaal is een overdekte markthal en proeflokaal in het centrum van Amersfoort, in de Nieuwe Stad. Een onderdeel van de oude lijm- en zeepfabriek daar, gelegen aan de Eem. En daar verkopen we dagelijks lokale producten. Ja, we hebben nu vooral de producten uit Leusden gepakt. Dus, we staan hier in Leusden. Dus we hebben gekozen voor onze leveranciers en boerenproducenten hier uit de omgeving. De knoflook hier vandaan, maar ik heb ook bieren mee van de volle maat die op boerderij De Riet hier in Leusden worden gemaakt. Producten van de Kopermolen, mooie kazen die hier in Leusden worden gemaakt. Dus we kijken wel van wat hier vooral uit deze regio komt. In het lokaal zelf verkopen we deze producten uit Leusden ook, maar ook vanuit andere delen van om Amersfoort heen. Nou, voor ons gaat het om dat het pure echte producten zijn, dus geen toevoegingen. Meestal is dat dus ook biologisch en dat het van dichtbij komt. Dus dat we de maker kennen, de boer, producent, en dat die dat ook met hart maakt, zeg maar. Dat het gaat om een goede smaak, echt product, echt eten. Ik ben Erik Berghakker. Ik heb sinds maart van dit jaar een bierbrouwerij in het lokaal in Amersfoort aan de Oliemolenhof. Ik doe dit niet fulltime, dat kan ook niet. Daar is de brouwerij niet groot genoeg voor. Maar het is op deze manier wel heel erg leuk om er nog steeds mee bezig te zijn. En eigenlijk wat ik toen deed, doe ik eigenlijk nu nog steeds. Het idee is vooral bijzondere smaken maken. En niet gewoon een heel generiek simpel pilsje. Want dat is niet, niet interessant, zeg maar. Voor zo'n kleine brouwerij als ik heb, is dat ook gewoon bijna niet te maken. Dus vandaar. We hopen het volgend jaar weer te doen in september. En dan zullen we het ook zeker weer aankondigen bij het lokaal en in de plaatselijke kranten. In Vreemde Galerie start 8 september een heel bijzondere expositie van twee fotografen onder de titel See Me. In Vreemde Galerie heeft DEF dit keer een expositie georganiseerd. DEF organiseert op verschillende plekken in Amersfoort verschillende exposities. En nu doen ze mee tijdens het thema van Fotostad doorkijken met een expositie die echt het thema doorkijken is. Namelijk twee fotoseries van Kylie Rochelle en van Sylvia, waarvan de een 8 ongeneeslijk zieken heeft geportretteerd en geluidsopnames daarbij heeft gemaakt. En de andere, Sylvia, heeft allerlei mensen gefotografeerd die niet in het welbekende hokje man-vrouw passen. Ja, dat past natuurlijk prima bij het thema doorkijken, want ja, ook door de verhalen van die mensen en bij Kylie is het geluidsopnames. Ja, daar hoor je toch gewoon echt hele kwetsbare dingen en waar mensen mee worstelen of wat ze bezighoudt. Ik vind dat echt heel mooi. Dat je ook even stilstaat bij die foto en dan tot je door laat dringen en dan het verhaal erachter. Nou, dat is doorkijken. De galerie is Vreemde Galerie. Die zit op de Stadsring 2. Dat is in het Discovergebouw. Dat is tegenover het stadhuis. Van het station is het op weg naar de binnenstad. De expositie is tot 16 november te bezoeken. Donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. En tijdens de Kunstkijkroute zondag, de derde zondag van oktober. Ik ben Kylie van Kylie Rochelle Fotografie. Ik heb de expositie hier Forget Me Not gemaakt. Dat zijn 8 ongeneeslijk zieke mensen die ik heb geportretteerd met een geluidsfragment daarbij. Het idee is ontstaan doordat ik mijn vader op hele jonge leeftijd ben verloren. En ik eigenlijk maar weinig goede foto's van hem heb en ook maar 1 video waarin zijn stem te horen is. Zo kwam ik op het idee dat ik iets wou maken wat het verlies draaglijker zou maken voor deze mensen en voor hun nabestaanden. Ik heb met iedereen een uur, 2, soms 3 uur gezeten. Ik heb dat hele gesprek heb ik opgenomen. Ik heb ze vragen gesteld van het verleden, heden en toekomst en hoe ze dan tegen het leven aankijken. Dat heb ik teruggebracht naar 1 minuut, 1,5, soms 2 minuten. En daar zijn de geluidsfragmenten tot stand gekomen. Ik ben natuurlijk wel heel erg met mijn vader bezig geweest ook. Het is nog zo'n proces wat je een beetje aan het afsluiten bent. Of tenminste niet afsluiten, maar verwerken. Heeft wel daartoe geleid dat ik dat gewoon meer een plekje heb kunnen geven. Maar tijdens die interviews en de fotografie-sessies heb ik wel echt gewoon, was ik daar met hun bezig en niet met mezelf. Was heel lastig omdat ze. Iedereen heeft eigenlijk een hele levensverhaal tegen mij verteld, waardoor je een hele erge band creëert met deze mensen. Wat ook best wel lastig is, omdat je weet dat ze
straks komen te overlijden. En één meneer is al overleden. En dat komt dan ook heel heftig binnen wel. Dus dat is wel een proces van leren, van hoe ga je daarmee om. Het geeft een heel warm gevoel dat Kylie haar hem zo mooi heeft mogen portretteren. En ook mogen interviewen, want dat heeft ze op zo'n mooie, integere manier gedaan. En ik herken hem ook als zoals die is. En als je dan het portret ziet, dan word je daar ontroerd van. Maar ook blij en kostbaar dat ze dat zo heeft gedaan. Ja, mijn broer heeft dus de diagnose ALS gekregen. En dat is een doodvonnis, dat weten we allemaal. En het mooie wat hij toen heeft georganiseerd is dat er een prachtige uitvoering is geweest van liedjes die speciaal voor hen zijn geschreven. Voor Rien, maar ook voor zijn vrouw Isa. En dat hebben ze toen uitgevoerd een half jaar nadat hij de diagnose kreeg. En dat liedje, een van de mooie liedjes, die laten ze ook horen. En dat raakt je enorm, want dan zie je het weer voor je. Hij kon zo prachtig mooi zingen. En dat heeft hij toen nog mogen en kunnen doen. Ja, en dat gaat allemaal door je heen als je dit dan hoort en ziet. Feestelijke opening Hart van Vathorst. De hele wijk is hierbij uitgenodigd om elkaar te versterken en optimaal samen te werken aan een fijne plek om elkaar te ontmoeten en centraal te staan. We gaan met elkaar aftellen en mensen binnen gaan ook meedoen. En we doen dat heel hard. We beginnen met 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, go! En iedereen weet waar het Hart van Vathorst nu te vinden is. Want ik wil graag beginnen met de burgemeester een aantal vragen te stellen. En we hebben het van tevoren ook al even over gehad. Hè, van, wat vindt u ervan? U moet zich voorstellen, 15 jaar geleden was dit... Roos, Bijland? Zand. En eigenlijk in een hele korte tijd is hier een stadsdeel ontwikkeld waar uiteindelijk iets van 30.000 mensen gaan wonen. Met de voorzieningen die erbij horen. En het is niet alleen maar een gebouw, maar er wordt er ook een samenleving gebouwd. En dat is dit het bewijs van. Het omzien naar elkaar is natuurlijk, denk ik, een van de belangrijkste cementelementen van, zeg maar, Hart voor Vathorst. En het leuke is dat deze wijk een aantal... Wat was het? Ik keek even naar Caroline. Een jaar geleden in het Algemeen Dagblad was deze wijk als een van de wijken met de meeste sociale segmenten. En toen hadden wij in het college een hele discussie over hoe komt dat nou? En toen zei ik, ja, dat komt ook omdat die samenleving die in Vathorst zich ontwikkelt, die heeft een bepaalde betrokkenheid op elkaar. Want we hebben altijd het idee dat dat vooral in oude wijken is, of wijken die heel lang bestaan. Maar het was zo opvallend dat een nieuwbouwwijk in die score van die krant zo hoog zat. En voor mij was dat geen verrassing, want ik had al vaker gehoord hoe hier een aantal gemeenschappen heel actief zich heeft gevestigd en met elkaar een aantal zaken heeft opgepakt. Dus wat is nou de rol van de Alliantie met betrekking tot Hart van Vathorst? Nou ja, wij zijn op een gegeven moment betrokken geraakt bij de ontwikkeling, niet vanaf het begin. Maar als ik het heel kort zeg, op een gegeven moment was het toch nodig, iemand moet het doen, hè, om te investeren in deze hele ontwikkeling, eigenaar te worden en verhuren. En dat zijn wij geworden en daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, als je de thema's die nu genoemd worden van geloven en groeien en beleven, kan ik ook wel wat thema's noemen over het voortraject. Dat is eigenlijk van dromen, durven en doen. En elkaar daarin ook vasthouden ten koste van, nou zeg maar, bijna alles. Want als je als vier partijen bij elkaar komt, je hebt allemaal je eigenheid en je zoekt elkaar toch op in een lastige tijd, economisch lastige tijd, maar ook wat zorg betreft. En dan het niet doen vanuit de dwang van het moet allemaal minder. Nee, het moet anders en het kan creatief. En die creativiteit, ja, dat heb ik aan mee mogen dromen. En dat heb ik met vele anderen, zeg maar, gestalte mogen geven. En we hebben elkaar heel intensief ontmoet, Michiel en ik. En Michiel was eigenlijk de driver, zeg maar, die hield de voortgang in de gaten. En liet ons dromen en zeggen van wat we graag zouden willen. En het resultaat mag er echt zijn. Want degene die hier wonen, wie wil er weer verhuizen? Nee. Luid en duidelijk. Egbert, dankjewel. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen,
mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Of als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?